Ja, we staan hier op een moderne interpretatie van een Romeins fort. Er heeft hier vroeger precies op de plek waar de wallen staan echt een Romeins fort gestaan. De muren van de wallen zijn iets breder geworden, zodat we daarin onze expositie kunnen tentoonstellen. Ik denk toch wel dat het heel erg anderwetend is hier. En dat er gewoon veel te weinig mensen weten wat hier staat en wat hier is. Je bent omringd door woonwijken, dus allemaal mensen die hier wonen. Dat hier dus vroeger ook allemaal mensen hebben gewoond en geleefd. Die realisatie vind ik heel erg leuk. Vooral in een woonwijk die er eigenlijk nog niet zo lang is. Want Leidsche Rijn is in de afgelopen 20 jaar gebouwd. De geschiedenis is ook de toekomst. Want het zou heel leeg zijn in het leven als we niet zouden weten wat er zou zijn gebeurd in de geschiedenis. En als ze in die tijd ook alles op smartphones deden en alles maar recyclede en niks overhielden van hoe ze toen leefden. Je ziet heel mooi dat we soms vaker dezelfde fouten maken. Dat de dingen niet voor het eerst uitvinden, maar dat die er ook al zijn geweest. En het is gewoon heel leuk om te zien wat je onder je voeten hebt liggen. En hier dus letterlijk onder je voeten hebt liggen, want je staat hier op een castellum. En daarnaast is het natuurlijk een archeologisch museum. Is gewoon, vind ik gewoon ontzettend interessant. Ja. Gewoon het verbazingwekkende van wow, is dat zo dichtbij en is dat gewoon te zien en dan ook nog zonder toegang te hoeven betalen. Wat ik hier het meest bijzonder vind is hoe eigenlijk nieuw en oud heel erg samenkomen en jong en oud. We geven heel veel informatie, maar de leerlingen die mogen ook altijd zelf iets doen. We hebben puzzels, we hebben zoekopdrachten, we hebben vondsten onderzoeken waar ze echt met de handen aan het werk gaan voelen, vragen beantwoorden. Dus het is altijd heel erg interactief wat we doen. Dit zijn dus alle werktuigen waar Jet ook over vertelde. Ja. Die gewoon nu nog worden gebruikt. Maar het meest bijzondere nog wel is dat je gewoon alles, dus het stukje metaal, maar ook het hout, hier gewoon kunt vinden. Ja. Want in heel veel landen zijn er wel gereedschappen, of is er wel gereedschap gevonden, maar nooit zo compleet als wat hier ligt. En mail gerust alle ideeën die je hebt om het hier ook leuker te maken van waarom jij terug zou komen. Maar kom vooral eerst om te zien wat er al is. Er is hier heel veel te halen voor iedereen.